De legging voor de tweelingen. Betrokkenheid. Heel mooi, hè? En samenwerking, een verbintenis aangaan met iemand. Een huwelijk bijvoorbeeld, hè? In een vaste relatie terechtkomen. We hebben blijdschap. Dus ik denk voor toch een paar van jullie dat er misschien een huwelijksaanzoek aan zit te komen. Veel blijdschap is wat er aankomt, hè? Echt. Het helemaal juichen van blijdschap. Zo blij. Zo blij ben je. Zwaarde 9. Een periode van stress zien we hier. Maar hier komt een nieuw begin aan met de dwaas. Dus een heel nieuw, fris begin. Een sprong van vertrouwen nemen. Die zien we ook hier, hè, op de blijdschapkaart. Daar is die sprong. En het rad van fortuin. Dus de grote veranderingen die komen eraan. Er gaat iets heel nieuws beginnen voor je. En het is na een periode dat je het echt moeilijk hebt gehad, zie ik. Hier hebben we de aas van staven, dus een nieuw begin. Oh, de aas van kelken. Nieuw begin in de liefde. Heel veel vuur, heel veel passie, maar ook die gevoelens, die liefde, die zien we heel sterk aanwezig hier. En hier hebben we de pentakels 5. Dus dan gaat het om iemand met wie je op dit moment geen contact hebt. En die persoon die komt weer terug in jouw leven met de dwaas. En dan kunnen jullie een vaste relatie beginnen samen. Dan komen jullie in een vaste relatie terecht. Zo zien we hier. Grote veranderingen komen eraan. De schildknaap van kelken en de geliefde. Dus een keuze in de liefde zien we hier. Dit is jouw soulmate met de geliefde. En we zien echt veel stress daaromheen. Hè? Dus ik denk dat er veel is gebeurd tussen jullie. Dat er een excuus aankomt met die schildknaap van kelken. Dus dat zijn mooie woorden. Het goed maken, een excuus komen aanbieden. Maar jouw soulmate opent zijn of haar hart voor jou. En hier hebben we de zwaarde 7. En de heremiet. Dus ja, jouw soulmate kiest een richting. Dat is iets wat in het verleden misschien niet goed mogelijk is geweest. Of wat niet is gebeurd in elk geval. Het is natuurlijk altijd mogelijk. Maar ja, het wordt niet altijd gedaan. Dus wat we hier zien is dat jouw soulmate met die heremiet echt diep in zichzelf is gaan zoeken. Wat is mijn aandeel hierin? Hè? Wat heb ik verkeerd gedaan met die zwaarde 7? En hoe kan ik het beter doen? En ja, daar komt een nieuw begin aan. Dus er is een nieuwe start. Dus we vergeten alles. Schone leien. We beginnen opnieuw. Dus een vaste relatie zien we hier.
Het contact keert terug met deze persoon. En ja, dan kom je eigenlijk in een vaste relatie terecht. Dus je gaat van helemaal geen contact en daar stress van, ga je naar wel contact en een vaste relatie gelijk. Koningin van Zwaarden en de matigheid. Dus probeer om het contact ook fijn te houden. Dus niet een te scherpe tong te hebben naar deze persoon toe. Er zit veel vuur en veel passie in deze connectie. Dus het is ja, dan altijd goed om in de gaten te houden hoe je communicatie is naar deze persoon toe. Hè. Het kan makkelijk ontvlammen. Nou, hier hebben we die communicatie, die schildknaap van pentakels. De zwaarde 3, dus jouw soulmate heeft het echt heel erg moeilijk op dit moment zonder jou. En wil heel graag die communicatie terug hebben, of eigenlijk veel meer dan dat. Want we hebben overal die liefde liggen en die vaste relatie. Dat is waar jouw soulmate heen wil. In eerste instantie zal deze persoon in de eerste communicatie aangeven van ja, hoe erg hij of zij jou mist en wat diegene wil voor de toekomst. Hoeveel gevoelens deze persoon heeft voor jou, dat is wat er gecommuniceerd gaat worden. Van ik voel zoveel van jou, ik mis jou en ik wil je terug. Eigenlijk. Hier hebben we de koning van zwaarden. En de ridder van zwaarden. Dus het gaat strakjes heel snel. Ja, deze persoon mist jou heel erg. En denkt heel veel aan jou. En er komt heel snel communicatie aan. Ik zou zeggen dat het gesproken communicatie is. Misschien is het een voice memo app. Dus dat zou kunnen. Maar vanaf dat het contact terugkeert, ja, gaat het heel snel. Deze persoon komt op jou afgestormd. En dan, ja, wat ik zeg, voor je het weet zit je in een vaste relatie met deze persoon. Dus ziet er super goed uit allemaal. Dus ik wens je heel veel succes toe met alles. En tot de volgende keer.